Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Wat heb ik vanochtend allemaal gedaan? Liam, even goed doen die tablet. Ik heb gezorgd dat Jordi naar school is gegaan. Niels heeft hem weggebracht, maar verder gewoon gezorgd dat hij klaar was. Sam naar school gebracht samen met Liam. Daarna met Liam lekker naar de winkel geweest. Hij wou heel graag een appel, dus hij heeft een appel onderweg naar huis gegeten. Toen ben ik thuis gekomen, mijn boodschap opgeruimd en ben ik kleedjes klaar gaan leggen. Momenteel is Liam koortsvrij, dus dat is helemaal toppie. En dadelijk als we weer terug zijn, want we moeten zo weer Sam op gaan halen als we weer terug zijn. Dan ga ik nog even wat spullen voor ze pakken en alles. En ja, dat. Ik moet nog even flessen afwassen en dat soort dingen allemaal. Maar dat kan ik allemaal wanneer ze in bed liggen. En om 4:15 of zo is Niels er. En dan pakken we alle spullen in de auto en dan gaan we ze wegbrengen. En we zijn onderweg. We hebben wel iemand die boos is. Want ja, hij werd wakker gemaakt uit zijn schoonheidsslaapje. Want hij wou vanmiddag niet slapen. Ik denk dat Jordi zijn raam is. Oh. Maar we zijn onderweg. We gaan de kindjes naar mijn ouders brengen. Jordi blijft wel bij ons. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren niet meer gefilmd. En dat heeft de volgende reden. De reden is dat wij met de kinderen bij mijn ouders zijn gekomen. We hebben daar gegeten. En toen gingen we op een gegeven moment weg. En Liam die ging helemaal over de zeik. En we zijn onderweg naar huis gegaan. En ik had echt een moment. Dus ja, ik had zoiets van, het is mij wel prima. Jordi die is gisteravond thuis gekomen. Hebben de fles gegeven. En hij is lekker in bed gegaan en hij is in slaap gevallen. Ik en Niels, ik heb hier nogal opgeruimd. En Niels die heeft lekker op de bank gelegen. Want Niels gaat vandaag klussen. Dus ja, hè. En ik ga heel veel opruimen en dingen doen. Samen met Jordi hangen, et cetera. Dus dat is wat ik ga doen. Maar nu ga ik eerst naar zolder toe. Want ik ga eventjes dingetjes klaarzetten. Omdat er een hele hoop naar beneden moet. Zodat Niels aan de slag kan. Dus daar gaan we maar eerst eens even mee aan de slag. Omdat je dus dan nooit naar zolder gaat, heb je dus dit. Tada! Nou, dan gaan we even opruimen. Hier op Jordi's kamer. Tada! Moet ook nog wel opruimen. Ik heb al het een en ander opgeruimd hoor. Want ik heb al kleding, badhanddoeken, et cetera. Heb ik allemaal al in zo'n zak gedaan. Dus dat is allemaal al klaar. Dit kastje gaat, zoals ik al eerder vertelde, naar een vriendin toe. Maar die moet wel naar voren toe, want ik weet niet hoe lang de spullen hier blijven staan. Dus daar ga ik ook even mee aan de slag. Dit moet ook even allemaal even aan de kant, even een ander plekje hebben. Dus daar ga ik even mee aan de slag. Zorgen dat die trap leeg kan. En dan dat ik naar zolder kan om even wat spullen uit te zoeken wat toch nog weg kan. Want ik heb het een en ander niet gebruikt. En ik heb mezelf voorgenomen, een tijdje terug, als ik het meer dan een jaar niet gebruik, dan kan het weg. Dus daar ga ik mee aan de slag. En toen hadden we het even leeg geharkt. Ja, ja. En we staan nu even hier. Blijft voorlopig even staan. Dan ga ik nog eventjes wat dingetjes opruimen, et cetera, wat weg kan. Dit is voor die grijze dakduif. En gedeeltelijk ook voor Jordi zijn verjaardag. En dan zal ik jullie eens een keer meenemen naar boven wanneer het licht is. Nou, dit is onze zolder. Daar waar de stukplaten ophouden, daar komt nog iets. Maar we gaan jullie nog niet vertellen wat. Niels die staat hier ondertussen al te kijken, wat ga ik doen? Stukplaten ophouden. Wat zeg je? Waar de stukplaten ophouden. Deze. Ja, nee, dat er die kastjes komen die wij willen. Oh. Maar dat ik daar nog niet ga vertellen hoe dat werkt. Er zit hier helemaal geen stukplaat. Wat is dit dan? Gipsplaat. Gipsplaat, ook goed. In ieder geval, dit is hetzelfde verhaal. Daar komt ook nog wat.
Ons bed komt hier te staan, want daar zit ook nog een stopcontact ergens. En die komt precies hier tussenin te staan. Dan hebben we hier een mooi uitzicht. En dan, ja. En dan ja, gaat Niels aan de gang. En ik ga ook mijn dingen doen. En dan zien we elkaar weer, wanneer? Tegen lunch? We zullen elkaar wel horen hoor, en last van elkaar hebben. Maar goed, hè? Ja, je moet me daar ook even helpen. Waarmee? Ik wil die platen opgeschroeven. Ja. Dat weet je. Het is lang geleden dat we hier iets gedaan hebben. Ja, dat weet ik. Dus ja, gaan we maar eens eventjes aan die arbeid. Oh, die was ik even vergeten. Nou, dus tussendoor zullen jullie wel iets zien. Nou, Jordi zit lekker aan zijn fruitje. Ik ga dadelijk hem aankleden en dan gaan we eventjes naar de winkel. Want ik heb een aantal dingetjes die ik wil halen. En ook bijvoorbeeld dat ik vandaag niet meer naar de winkel hoef. Dus dan ga ik ze dadelijk doen. En dan... Joef, hou eens op. En dan ga ik boven aan de gang. Ga ik Jordi gewoon meenemen. Zet ik hem op zijn bed met zijn tablet. Veel plezier. Kan mama dingen doen. Niels, smakelijk. Ja, lekker. Ik heb lekker broodje zalm gemaakt. Ook voor mezelf natuurlijk. Jordi heeft lekker kaasstengels op. Ben naar de winkel geweest. Ik heb boven van alles gedaan. Dan gaan we dadelijk weer mee verder. Jordi gaat dadelijk mee naar boven met zijn tablet. En dan gaan we boven verder. Niels ook. Maar eerst eventjes energie pakken. Wanneer Jordi het naar zijn zin heeft en papa er is. En zijn broertjes niet vervelen bij papa. Wat doet Jordi dan? Bij papa zitten. Dan komt hij even kroelen. Net heeft hij eventjes bij Niels zitten kroelen en zitten doen. En dan gaat hij nou weer... Ja, dat hoort op. Wat je van peren leren kan. Van slimme peren leren kan. En dan komt hij er zo dadelijk achter dat er geen tablet staat en dat hij hem ook niet gaat krijgen. En dan komt hij weer terug gehobbeld. Nou, ik heb boven echt heel veel gedaan. Ik hoef alleen nog maar eventjes bedden te verschonen. Stofzuigen en dweilen, maar dat ga ik morgenochtend doen. Voor de rest heb ik echt veel uitgezocht, et cetera. Jordi heeft lekker de tijd boven bij mij gezeten. En dan ga ik dadelijk even hier beneden aan de slag. Ik heb Halloween van boven gelijk afgenomen. Ik heb natuurlijk al genoeg herfst staan. Dus ga ik Halloween eventjes tussendoor inflansen. Dus dan gaan we eventjes mee aan de slag straks. Ondertussen hier opruimen en van alles doen. Zodat dat ook weer gedaan is. Veel gedaan vandaag. Echt heel veel gedaan vandaag. Maar goed. Jordi is nog even wakker. We hebben lekker samen met z'n drietjes op de bank gegeten. En hij vond het helemaal geweldig. Hij is helemaal in zijn hummetje momenteel. Dus dat is helemaal goed. Ik heb dorst. Nee. Dus ja, dat is hoe we het doen. En dan ga ik nog het een en ander verder opruimen. En dan hoop ik ook nog vanavond wat aan mijn nagels te kunnen doen. Want ja, hè, duim eraf. Pinkie eraf. Ja. En ik kom straks trouwens ook even bij de Action. En ben overgehaald. Ik wil het proberen. Dus dat gaan we doen. Een hele goede middag. Jullie denken waarschijnlijk middag. Mandy, wat heb je allemaal gedaan? Nou, ik heb boven gepoetst. Niels is nu eventjes voor mij aan het stofzuigen. Hij is net klaar. Hij gaat even boven dweilen. En dan is dat klaar. Jordi en mama gaan even naar de winkel, want strakjes komen zijn broertjes weer thuis en opa en oma ook. Die blijven hier ook eten, dus dan moet ik even wat spullen verhalen en ook voor morgen, want hè, naar school en dat soort dingen. Dus dat is wat de bedoeling is. Ik ga heel eventjes mijn spullen pakken en dan ga ik even naar de winkel. Nou, ik heb weer iets hoor. Ik was bij de Action en ik dacht bij mij, kruidnotentruffel. Nog nooit gehad. Ik heb wel de chocoladeversie gehad en de
de gewone normale versie. Maar ik blijf eigenlijk altijd een beetje uit de buurt bij die andere smaakjes. Daar heb ik ook stroopwafel meegebracht. Wil ik ook nog proberen. Zal ik ook in de vlog doen, maar niet vandaag. Want ik ga niet alles in één keer proberen. Maar dan heb ik dus de truffel. Hij ziet er zo uit. Kan die wel waarderen. Niels, wat vind jij ervan? Ja. Ik kan hem wel waarderen. Nou, dadelijk gauw weer verder. Want boven is het dan wel klaar. Maar dan moet ik beneden ook nog heel veel doen. Oh ja, en ik was nog bij de winkel geweest. En toen had ik een kindje die in slaap was gevallen. En die zit nou even lekker daar. Die andere twee pokkenzakken liggen al op bed. Maar hier is Jordi nog. Yay! En hij krijgt nu spray. Dat doen we niet filmen. Dat is namelijk een klein gevecht. Want Jordi is weer aan het snotteren. Goed gedaan, jongen! Goed gedaan. Nou, heeft hij neusspray gehad. Nu moet hij daar nog. Vindt hij niet grappig. Hij vindt niet grappig dat hij nou neusspray heeft gehad. Maar Jordi, dat is dan kun je vanavond heel goed ademen. Ja. Inmiddels liggen de kindjes op bed. En joh, Liam nog. Mijn ouders hebben weer wat gefilmd met de kindjes. En dat gaan jullie nu zien. Leuk filmpjes, toch? Mm-hmm. Ze hebben het goed gehad bij mijn ouders. We gaan nog even wat dingetjes doen. En dan is de kwestie naar bed toe te gaan, morgen weer werken, kindje naar school, et cetera. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.